Hé, hey, zo, nou, daar zijn we dan, hè. Hé! Hey. Gaat het met u net zo goed als het met mij gaat? Vast niet. Weet u wat ik... Tjoh, jongens, vermoeiend zeg, hè? Weet je wat ik laatst in een onderzoek gelezen heb over, over enige kinderen? Dus, nou ja, goed, kinderen dus van ouders met maar één kind dan, hè? Enige kinderen. Dat die intelligenter zijn, zelfstandiger zijn en veel knapper zijn dan andere kinderen. Inderdaad, ik ben een enig kind. Misschien heb ik jou eigenlijk. Was jij er een van een één eigen tweeling of twee eigen eenlingen? Wat was er dan? Een enig kind. Eén eigen, maar later een door. Oh ja. En hoe voelt het nou? Nou, hey, hoe voelt het? Nou, wel goed. Ja, wel. Ja, dat moet jij ook weten. Ik denk dat het misschien ondertussen wel even tijd wordt om even te kijken wat er buiten allemaal gebeurt. Wat gebeurt er buiten allemaal? Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Met mij gaat het vast beter dan met u. Want ik kan u vertellen, een vriend van mij... Dat is heel gek. Nee, dat is serieus. Een vriend van mij die heeft een opa. En die rookte 70 sigaretten per dag. En die is toch 24 geworden. Wacht even, dat zeg ik iets. Ja, nee, daar zat ik er net even helemaal fout. Nee, dus hij is gewoon gestorven in zijn rolstoel uiteindelijk met twee sloffen aan zijn voeten. Dus ja, hij heeft zich laten cremeren en nu staat hij in een asemmer op de asbak bij die vrouw. Die vrouw van hem zei ook van, nou, hij is nu eindelijk weer terug op zijn oude gewicht. Hoe zit dat met jou, Barry? Nou, nog niet op mijn oude gewicht. Nee, laat jij je cremeren of laat je je begraven? Hey, laat je je cremeren of laat je je begraven? Nou, weet ik niet. Nee? Nee, zeg het maar. Ja. Nee, welke van de twee? Lig je liever in zo'n donker kissie of ga je liever in rook op? Nou, ik vind het allebei eng. Hey. Nee, ja. Nee, zeg het dan. Heb je het nog niet geregeld dan? Nee. Nee? Ja, god, misschien wel in zee of... Misschien wel in zee. Ja. Misschien wel in zee. Misschien wel in zee. Misschien is het wel een idee om nu weer even te gaan kijken hoe het buiten is. Nou, dat is voorlopig van niks buiten. Ik geloof dat het een beetje tijd wordt om mijn eerste gast bij u te gaan voorstellen. Het is iemand die heeft nogal een grillige carrière achter de rug. En ik ben heel blij dat hij er is. Dames en heren, uw aandacht voor mijn eerste gast. Ga zitten, hier, in het stoeltje. Jij bent al heel lang bezig. Ja, dat kun je wel eens zeggen, ja. We zijn natuurlijk die tijd in Parijs hebben gehad, hè? Een hele gekke tijd. Ja. En ik ging in de jaren 50, gingen we met zo'n heel stijl, gingen we met een oud gammel. Lelijk eentje, een deux chevauxtje, zakte af naar Parijs en gingen we daar de cafés af en
wat kostte dat toen, een glas wijn in die tijd? Dat maakte allemaal helemaal niks. En ja, ik heb daar een heel groot aantal mensen leren kennen. Daar in het nachtleven, in het avondleven van Parijs. Jean-Paul Sartre. Oh ja. Een Simone de Beauvoir. En dat soort dingen. En het leuke daarvan was eigenlijk, daar raak je dan mee aan de praat. En die hadden dan eigenlijk nog helemaal niet zo erg in. Misschien kan ik het even toelichten. Dan liep ik wel eens mee met ze naar huis en eentje op. En dan waar Sartre woonde, weet je, was dat een Saint-Germain-de-Pré af en dan ging je naar zo'n tweede straatje naar links. Ja? En dan opeens, vlak voor ze thuis waren, dan opeens, boek, dan ging ik erop. Oh ja, ja. Ja, dat was ontzettend goed. Ja. Dat is die Sartre met dat oog, weet je wel, dat je dan zo. Dat je dan opeens, hopla, had want ik. Want toen, maar dan hebben we het over die 50 jaren. Over die 50 jaren. En toen kon dat natuurlijk nog, want ja, toen wisten de mensen nog niet wat dat inhield. Zo, ik bedoel, zoals je er nu uitziet. Dat was een beetje. De verrassing was eigenlijk groter. Ja. Ik heb het ook gehad met Yves Montand en Simone Signoret. En nou, ook op een bepaald moment ga je daar een tijdje een paar keer mee uit eten. En ja, die nodigde mij toen een keer uit op wijze te komen slapen thuis. Toen na het ontbijt, toen gingen we daar in de tuin van het landgoed wat ze hadden, gingen we jeu de boule. En dat gezicht van die Yves Montand, toen die eerste ijzeren bal, toen ik hem dus hier had. Ja. En toen, weet je wel, zo in één keer erin henste. En die Simone Signoret, echt met haar kop tegen die. Ook die bal dat's hier? Nou ja, gewoon weer mee terug naar de keuken genomen, daar tegen de ijskast aan gebeukt. En ze wisten niet hoe ze het hadden. Ja. Ja. Maar daarna, dus dat was dan die, zeg maar, die Parijse periode. Ja, daarna ben je actief geworden in Nederland dus. Ja, god, wat heb ik allemaal niet gedaan. Wethouder van kunstzaken in Amsterdam. Ja, Amsterdam, Begin 80er jaren. 70 jaar, eind 70 jaar, begin 80er jaren. Dat was ontzettend leuk. Maar het punt was dat toen het verrassingselement ging er een beetje af. Oh, we gingen dan met het college van BMW. Was er dan zo'n maandelijkse lunch bij Keizer. Ja. En toenmalige burgemeester, Ed van Tijn, die ging dan bijvoorbeeld naar het toilet. En dan dacht ik, wacht eens even, hij is nou in zijn eentje. Ja. Snap je? Hij zit op het toilet, dus dan liep ik er achteraan. Maar die slimme Edje, die had al zoiets, die had mij al ongeveer zien aankomen. Die te snel zoiets van, nee Henk-Jan, ik ken jou wel. Ja. En snel de deur snel op slot. De deur dicht. Dus was verder, ja. Ze wisten natuurlijk dan waarschijnlijk van jouw reputatie al. Ze wisten het een beetje. Ze wisten een beetje waar ik op ging, zeg maar. Maar ik heb wel een keer heel goed, als ik dat hier ook nog mag vertellen, een keer heel erg leuk te pakken gehad. Toen hadden we het, geloof ik, een keer op zijn werkkamer alleen. Die werkkamer die zo uitkijkt over de Amstel. En hadden we in zijn werkkamer alleen over het uitbreiden van het aantal kinderdagverblijven. Zo'n soort lang verhaal, dat moest hij maar even apart hebben. Op een bepaald moment zeg ik tegen Ed van Tijn, die ongeveer daar zat waar jij nu zit, zeg maar, kijk, daar buiten, vogel. En hij kijkt en bang. Ja, toen had je. En ik geef hem een handje. Hey. En dan zei tegen mij, Henk-Jan, nou heb je me toch nog te pakken gehad. Ja. Dat is erg leuk. Nou, en toen, daarna, eigenlijk na die Amsterdamse periode, de onvermijdelijke stap naar Den Haag. Ja. Hoe reageren jouw collega's op je in Den Haag? Nou ja, sinds ik het fractievoorzitterschap daar bekleed. Heel collegiaal. Heel erg leuk. Ze nemen dat ontzettend sportief op. Omdat we toch een beetje aan het groeien zijn. En tja, het zijn van die kleine dingen. Zoals laatst zo'n die Heerma, weet je wel, van het CDA. Schiebertje. Ja. Nou, dan ging hij s'avonds en s'nachts in de parkeergarage zijn auto ophalen. En toen stapte ik ook opeens zo van achter zo'n pilaar. En dan schrikken ze nog even, weet je. Ja? En dan denk ik, nee, het is Henk-Jan, maar... Maar dan is dus het verrassingselement in Den Haag is er wel gewoon... Het verrassingselement daar is er wel een beetje af. Ja, maar god, we hebben ook wel weer etentjes. Dan gaan we naar Lezende, bijvoorbeeld in Den Haag. Met zo'n heel clubje, met alle fractievoorzitters, Tweede Kamer. En nou, toen zaten we daar ook een keer met zo'n etentje. Toen komt de ober op met de rekening. Toen zeg ik tegen die ober, en als wij nou eens niet betalen? Toen zei hij, dat is goed, meneer. Oh ja? Ja, en toen hebben we dus, ik heb het wel betaald. Maar, ja. Dat is dan leuk om dat tegenover je collega's zo te doen. Ja. Omdat, snap je, om dat even weer toch te laten zien. Ja. Nou,
Fantastisch. Ja. Hey, heel erg bedankt voor dit hartstikke leuke. Wat zijn nou het laatste? Bedankt voor het leuke gesprek. Leuk gesprek. Wat vind je leuk aan het gesprek? Ben ik leuk? Ik vond het een leuk gesprek. Vond je leuk? Leuk? Of vond je, wat wil je zeggen? Vind je het gesprek een leuk gesprek of vind je mij leuk? Je zei in het begin geloof ik ook al zoiets van, ik vind het leuk om hier te hebben. Of wat zei je nou? Leuk? Ben ik leuk? Nou, interessant. Jij vindt mij leuk? Gewoon, je zegt maar, leuk. Toch? Ja, leuk. Een leuk gesprek gehad. Wat babbel. Hè? Leuk. Interessant. Wat zou zijn? Ja, had je me. Zie je dan? God, zo. Dit is zo simpel. Oké. Bedankt. Oké. Nou, daar kwam ik even heel mooi weg. Het is misschien overbodig, maar ik vermeld het toch nog maar even dat vanwege de vergaande intimiteit van sommige van de onderwerpen die we behandelen, dat alle gesprekken natuurlijk gespeeld worden door acteurs. Dan zijn we nu toe aan de top 5 van de leukste rolspelingen van deze week. En op 5 is geëindigd. Secretaris-generaal van de NAVO, mijn naam is Klaas. Op 4 met stip, wat de milieugroepen zeggen als die Betuwelijn er toch komt. Ja, dan flip je. Wat Louis van Gaal zei na het verlies van Ajax 1 en Ajax 2. Mag deze beker aan mij voorbij gaan? Nummer 2, een filosoof die cocaïne rookt, een wisecrack. En op nummer 1, met algemene stemmen, is geëindigd. Wie helpt Bolkestein de winter door? Yes, thank you. Nou, dan wordt het nu weer tijd voor kruipers in de huid van... Voordat we daarmee... Misschien heel gek, een gek idee, maar... misschien dat er in het publiek ook iemand zit die... iets voelt bij... dat hij iemand na kan doen. Dat hij in een huid van iemand kan kruipen. Bijvoorbeeld... u. Ja. Ben jij ergens goed in, dat je iemand goed kan nadoen? Ja, heel goed, ja. Wie? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen? Ja. Dat gelooft niemand, zeg je. Maar dat gelooft niemand, nee. Dat is jammer voor je.